Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Krul. En ik heb heerlijk uitgeslapen. Maar ik hoor elke keer iemand trappen. Laten we eens even gaan checken wat voor trapgeluid het is. Wie ligt er onder mijn scooter? Hey! Goedemorgen! Je hoorde hem lopen zeker? Ik hoorde hem heel even lopen, ja. Ik hoorde trap, trap, trap en toen liep hij heel eventjes. Zo, het hele zadel is eraf. Kijk dan eens mensen. Dus het is geen makkelijke klus. Ik hoop dat hij het weer doet. Nou, ik kom eraan. Dan kom ik je misschien wel even helpen als het kan. Nou, dames en heren. Rob is top. Die is er eventjes om naar de Malaguti te kijken. En Myron die kwam me net wakker maken. En die zei al van... Rob is bezig en ik zal even een lekker koffietje voor jullie maken. Dus toen dacht ik van dat is nice. Nou, dan ga ik even lekker opstaan en even Rob gedag zeggen. Maar Rob die heeft in zijn hoofd, ik ga eerst die scooter maken en dan pas koffietje drinken. Niet eerder. Het zou vandaag iets van 24 graden worden of zo, maar tot nu toe zie ik daar niet heel erg veel van in. Laten we trouwens ook eventjes kijken bij de voorkant van het huis op straat, hoe het er daar aan toe gaat. Wauw, ze zijn nog steeds bezig. Lijkt alsof hij de weg aan het heet maken is of zo. Komt allemaal rook vanaf. Ik weet niet precies wat het is, maar het ziet er wel mooi uit. Er is een pakketje binnengekomen met allemaal hartjes eromheen. Oeh, ik hoor de scooter. Wow. Oh, hij doet het weer volgens mij. Oh, die heeft hij echt snel gedaan. Ik heb alleen even snel kleren aangedaan. Hij doet het weer. Ik denk dat het goed is. Wat? Oh, inderdaad. En wat was het nou? Een kabelteur. Even spoor je dat ding. Oh, ik hoor je niet door de scooter. Dat is fout in die kabelteur. Een vouw? Vouw. Oh, vuil. Oh, gewoon viezigheid. Dus ik heb de kabelteur uit elkaar gehaald en mijn bus even met lucht doorgespoten. Meen je? Oh, dat was het enige? Ja. Oh, dat viel wel mee eigenlijk. Alleen je komt er lastig bij op de grond. Ja, precies. Dat is het. Ja, want er komt toch wel wat gereedschap bij te pas hier en daar. Wow, dus de Malaguti doet het weer. Ongelooflijk. Okay, nee, nooit opgeven. Nee. De Malaguti, het is echt een beest. Echt een beest. Ongelooflijk. Nou, dan is het tijd om even lekker koffietje te drinken. Kijk, proost. Proost. Kijk eens even, Barbie heeft even een mooi hartje voor ons gemaakt. Heerlijk hoor. Binnenkort, als het mooi weer is, gaan we weer even lekker rijden op de Malaguti. Ik heb nog heerlijk eventjes gezeten met Rob in de tuin. En zoals jullie weten, Rob is top, dames en heren. Ik heb hier een pakketje. Met een mooie hartjestrikje. Ja. Nou, dat is niet erg liefdevol hoe je dit doet. Nee, ik zat te denken, ga ik nou weer schaar pakken of ga ik dom lopen trekken? Doe maar een schaar. Heb je dit al gezien? Nee, ik zag het wel liggen, maar ik dacht, wat is dat? Gaat het helemaal zo rond zeker? Wajo. Dat is wel echt vet. Dat is cool, hè? Ja. Mooi, het gaat zo krachtig dus. Ja, je voelt het ook. Het gaat echt hard. Ik had verwacht dat jij dat wel al gedaan had. Nee. Ik had gisteravond een soort van weddenschap van wedden als Maya wakker wordt morgen en ze ziet dit liggen, dan gaat ze dat meteen doen. Nee, ik wist niet wat het was. Ik dacht, nou, wacht wat doe jij al te. Het is lachen, hè? Ik kan gewoon overheen. Ik kan er gewoon doorheen. Oh, nu niet meer. Wow, doe uit, doe uit. Waarom doe je hem niet uit? Ik probeerde het. Ik Hij zat helemaal om mijn hoofd heen hier. Oké, nou, ik heb even een schaartje nodig en dan... mijn medicijnen. Of nou, medicijnen, vitamine. Kijk eens even, dat gaan we even naar binnen werken. Een mesje. Dank u, merci. Goed ingepakt. Ja joh. Weet je wat het is? Ik heb geen idee, het komt ook in België. Oh. Hey Enzo en Myron, ik en een vriend willen je deze bezorgen voor je nieuwe huis of studio. Oké. Kijk wat we hier hebben. Oh, dat is wel cool. Een houten tegel. Met volgens mij een soort van gelaserde Lamborghini. Ja. Ziet er wel vet uit. Bizar. Ja, wel heel erg cool. Nice, dat is wel nice gedaan. Ja, heel lief. Thanks. Dankjewel. Super lief. Over deze auto gesproken. Laten we even een mooie transitie doen. Wat een beest is nog steeds, hè. Niet normaal. 190.000 kilometer sterk. En we gaan gewoon door. Heerlijk. Ik ben aangekomen op de locatie. Misschien herkennen jullie het al. Ik ga naar boven lopen, want we zijn er helemaal klaar voor, dames en heren. Het gaat weer gebeuren. Het komt weer terug. Het is, dames en heren, rapapa, rapapa, de eBay-video's. Boom! We hebben de tafel weer vol liggen met allemaal mooie pakketjes van de pallet die we eraf hebben gehaald, die misschien wel hele hoge waarde hebben. Die waarde wordt bepaald door de taxateur. En we hebben een nieuwe taxateur, dames en heren. En dat is niemand minder dan...
It's your boy Daniel. Let's go. Wij gaan even pakketten openen. En dan ga ik jullie vertellen wat ze waard zijn. Nice. Ik ben heel erg benieuwd. Hè? Je hebt in ieder geval een mooie setup, kan ik je vertellen hier zo. Ik zit hier heerlijk. Ja. Ik heb een stoeltje, ik heb een cameraatje, microfoontje. Ik heb hier uiteraard de computer met de magie waarin ik alles kan opzoeken. Elke prijs is een geen raadsel meer vandaag. Nice. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan eens even weer wat openmaken. Zo, ik heb er wel echt veel zin in. Ja, het is lang geleden, hè? Ja, het is echt lang geleden. En ja, we gaan er gewoon weer het leuks van maken, toch? Zeker weten. Gaan we doen. Dus het wordt hartstikke gezellig. Lekker brood. Die was goeie. Dit was echt super spannend. En uiteindelijk is er natuurlijk een winnaar uitgekomen. Wie dat is, gaan jullie binnenkort zien. De video komt nog online. Het is een heel erg mooi stageproject voor mijn stagiaires om deze eBay-video te gaan editen. Het wordt een aparte video, dus niet in de vlog. Want ik heb naar jullie geluisterd, want ik heb al vaker een eBay-video opgenomen. Heb ik dat in de vlog gedaan. En toen werd er heel vaak gevraagd van, kan je dat misschien gescheiden doen van de vlog en een aparte video van maken. Dus hij wordt nu geëdit door een stagiaire. En ik ben heel erg benieuwd wat hij ervan maakt. Dat ga ik natuurlijk controleren, even kijken. Dus er gaat wel wat tijd overheen. Maar hij komt uiteindelijk online. En we hebben een uur opgenomen. Dus ik denk dat het wel een eBay-video wordt van een half uur zoiets. Dat wordt wel echt super tof. Nou, hier heb je een beetje de troep liggen als het ware. Maar echt hele mooie items zaten hier tussen. Echt niet normaal. En je hebt het echt super goed gedaan als taxateur. Was leuk. Goed gedaan. En Rutger, wat een goede battle hebben wij gehad. Ja, dat was spannend. Dat was echt niet normaal. Ik heb het wel gemist ook. Ja, dat was echt te lang geleden. En nu nieuwe omgeving, nieuw pand van Rutger. Dus echt een mooie werkplek hier. En ja, gewoon weer een plekje gemaakt om op te nemen. Dus shout-out naar Rutger en shout-out naar Daniel. Dit blijft ook zo'n dikke wagen, bro. Mooi, hè? Dat is niet normaal. Heb je er spijt van of ben je blij? Nou, ik ben wel blij. Maar het is wel qua parkeren, is het wel kloten. Dat is wel echt zo. Dat hoor ik ook altijd van Bas, ja. Die zegt, bro, met die auto moet je niet naar de stad gaan. Want het is gewoon onmogelijk om ergens te parkeren. Ja, en wat ik een klein beetje heb, is dat ik altijd een beetje berekening probeer te houden met de buren. En wat qua parkeren, je neemt gewoon twee plekken in beslag. Dat is wel een dingetje. Ja, hij is echt, echt gigantisch, dit ding. Het is niet normaal. Het is juist heel erg vet. Ik vind het logo van Ram, vind ik zo keihard. Deze, ja, is echt dik. En hij is zo groot. En in Amerika, ik vind het ook wel een beetje een soort van Amerikaans kentekenachtig. Ja, dit is een Amerikaanse plaat. Oh, serieus? Ja, ja, kleine plaat. Want als je hier zo'n lange op doet, dat is niet mooi. Want hij past er sowieso niet tussen. Dus dan moet je hem hier doen. Dus dat is niet ja, mooi. Precies. Dit is mooi afgewerkt. Ja, en die trekhaak is perfect, bro. Voor je gereedschap, voor zijn spullen die heeft, zoals een graafmachine en zo. Maar deze is echt gruwelijk. Hij is zo groot, zo hoog. Ja, en dat geluid ook van die auto, dat is ongelooflijk. Wil je hem nog een keer starten voor mij? Echt dik. Serieus? Wow, dat is zo... Ik moest het nooit laten zien. Nee. En kijk, let op, als ik zo doe, rijdt hij weg. Dat is zo gangster. Dat je gewoon met de afstandsbediening hem kan aandoen. Dat is wel echt heel tof, hoor. En misschien heeft Bas dat ooit wel laten zien, maar ik kan me niet meer herinneren. Of misschien heeft zijn... Want dit is wel een nieuwere, toch? Of niet? Nee, Bas heeft een nieuwere. Serieus? Ja. Ja, maar ook sinds kort. Daarvoor had hij een andere. Ik denk dat hij daarvoor ook deze had, maar nu heeft hij inderdaad, zijn vader heeft een nieuwe. Wauw, dit is echt ongelooflijk. Kan je die motorklaps open doen, of niet? Ja, dat heb ik zelf eigenlijk nog nooit gedaan. Je hebt nog nooit gekeken wat er onder de motorklep lag? Zo. Nou, we hebben boven genoeg onderdelen liggen. Ja, we hebben genoeg onderdelen uit de eBay-video gehaald. Nee, ik begrijp hier allemaal geen pepernoot van. Dus het zal vast allemaal wat dik zijn. Dit vind ik wel cool dat er weer zo'n logootje hier is. Maar voor de rest... En dit is volgens mij, is dit, omdat hij rijdt op gas. Dit spul doen ze er extra bij, omdat gas is heel droog, zeg maar. Benzine zit een beetje smeersel in en dit smeert de motor nog extra. Oké. Okay. Ja. Hem dicht doen? Ja, laten we hem dichtknallen. Ik vind het helemaal mooi. Je kan in ieder geval alles ontvangen met deze auto's. Er zit gewoon een mooie zender op hier zo. Kijk dan. Echt nice. Ja, ik zit in één keer te kijken naar het raam en ik zie een soort van gloed of zo. In één keer zegt Rutger, dat is kameleonfolie. Ja, maar dat zat er al op. Vind je het mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Dat is een beetje, je ziet me dan ook niet aankomen. Een beetje undercover. Ja. Nou, je hoort je wel aankomen. Dat wel, maar ik kan ook een klep dichtzetten. Oké. Okay. Door de straat van sluipen, dan is het dicht. Zo! Zo. Nou, gaat Rutger even zijn auto voor zijn zaak zetten en dan gaan we met mijn auto eventjes een stukje rijden. Gaan we even gezellig ergens heen. Wauw. Wauw, wat een beest. Echt niet normaal. Ja, ik ben echt wel fan geworden van zo'n auto, hoor. Wat
Oh my god. Ja joh, kijk dan wat hij in beslag neemt. En dit is al echt al een grote parkeerplaats. En hij steekt helemaal uit aan de achterkant. Nou, dit is perfect bro. Maar een beetje buiten de lijntjes kleuren mag. Heel erg dik. We gaan wel lekker op pad. Zo dames en heren, we zijn op dit moment in de stad van Alphen aan de Rijn. En we gaan eventjes lekker door de stad lopen. We gaan even lekker ergens zitten, even koffietje drinken. En ja, ik neem mijn camera mee. Mijn handycam. Moet ook vast. Ja, die moet ook vast. Oh, zo. Breek je enkel niet bro. Ja, nu ben je echt... Kijk, en dan heb ik mijn camera hier. Klap ik die open. Gaat die aan. En dan gaan we eens even lekker laten zien hoe mooi de stad is hier zo. Ja, dan moet ik laten je een beetje rondleiden. Ja, ga jij je plekjes laten zien? Ja, kom maar mee. Kom maar mee. Ik vind deze camera zo geniaal. Dus laat me er even mee spelen, dames en heren. En nou, ik denk dat het ook wel leuk is voor de vlog. Het is gewoon een keertje wat anders, toch? Je moet altijd maar weer even wat verzinnen. En dit is weer iets anders dan normaal. Dus duimpje omhoog voor de verandering. Ik ga jullie dus lekker meenemen in Alphen aan de Rijn. We beginnen hier met een prachtig shot bij het water. We zoomen even in op een rood bootje, want rood is nou eenmaal... mijn favoriete kleur. En we gaan meteen eventjes over naar de stadskraai. Alleen die verdwijnt achter de... Dit is mijn voorband. Oh. Dat duurde niet lang trouwens. En we zaten al bij een koffietentje. En Rutger die was heel erg blij dat ze al iets hadden. Ze hebben al de herfstspecial, bro. Ik heb een heerlijke carrot cake besteld. En een cortado. Dat is echt een aanrader voor als je koffie drinkt. Echt heel erg nice. Daar word je echt blij van. Net zoals mijn tattoo. Rutger die heeft nogal een beetje moeite met het scheppen van zijn taartje. Ik weet niet precies wat hij had. Maar het had nogal een harde bodem blijkbaar. Maar Rutger die zat er helemaal in. Die vond het echt fantastisch. En hier zie je mij ook even een lekker hapje nemen. Oh, smullen. Rutger maakt even een mooie inzoom shot van mij. Met zo'n carrot cake, dan is het echt een beetje het idee hebt dat je gezond bezig bent. Maar dat is niet zo. En vrek, moet je kijken wie daar in één keer voor onze neus op de stoel komt zitten. De stadskraai. En moet je kijken hoe goed die blijft zitten, waardoor ik een prachtig shot kan maken. Ongelooflijk, het is net National Geographic. Toen werd het tijd om eventjes weer in de veren te gaan, want we gaan goud inleveren. En Rutger die was er als de haas bij. Zo gaat die uitspraak niet, als de kippen erbij. Maar maakt niet uit, we zijn in de winkel en Rutger die moet natuurlijk overal aan zitten. Dus hij zit eventjes aan deze knop en hij zit nog aan meer knopjes. Ik ben meteen afgeleid door Pokémon. Ik heb hier een vette Charizard ansichtkaart of zo in mijn hand. Pikachu natuurlijk even erbij pakken. En we hebben Charmander, daar is iemand fan van. Maar daar komen we later even op terug. Toen zag ik Playmobil van Scooby-Doo en Scooby-Dooby-Doo. Dat is echt een hele leuke film. Ik weet niet of jullie het nog kennen, maar hier zie je een stukje van de film. Rutger die kon wederom niet van de spullen afblijven, dus die zat meteen lekker te slaan op het keyboard. En die had een hele belangrijke vraag. Deze kan adopteren. En toen wilde ik Rutger eventjes testen met deze vraag. Doe eens even alsof je voor een publiek staat van 10.000 man dan. Heb je er een beetje zin in? Let's go. Toen kwam ik dit oranje knuffeltje tegen. Crash Bandicoot. Dit is zo'n legendarisch spelletje. Ik heb daar zo ongelooflijk veel uren in gestopt. Vroeger op de PlayStation 1, geloof ik. En wederom kon Rutger niet van de spulletjes afblijven. Dus hij zit alweer op een fiets en hij wilde deze kopen. En de medewerker zei, die komt volgende week pas te koop. En Rutger die was er niet blij mee en uiteindelijk ging hij er weer vanaf. Verder hebben ze hier nog allemaal andere spelletjes. Super Mario Bros. 3. Ze hebben hier een Super Mario klein poppetje. Ze hebben hem ook in het groot. Ze hadden ook een map met Pokémon kaarten. Dus daar moest ik even doorheen bladeren natuurlijk. Maar ik heb niks gevonden. Verder hadden ze ook nog wat van die Pokémon boxen. Maar wat het allervetste item was van deze hele winkel is de Game Boy Color van Pokémon, waar je Pikachu ook op ziet. Deze Game Boy Color heb ik gehad en als ik hem nou had bewaard, was zo leuk geweest. Maar helaas, ik denk dat hij ooit is verkocht. Misschien een keer op Koninginnedag, dat we gewoon op een kleedje zaten en die Game Boy gingen verkopen. Maar dat is echt het vetste item wat ik ooit heb gehad. Dan gaan we even terug in de tijd. We gaan even naar de Discman, dames en heren. Ik weet zeker dat veel van jullie dit niet kennen, maar dit is serieus een apparaatje. Dat doe je open, daar doe je een CD in en dan klap je hem dicht en dan heb je gewoon een oortje via die Discman naar je oren en dan luister je muziek en dan heb je gewoon één cd aan, ja, een nummer, zeg maar een album wat je luistert. Ja, we blijven niet te lang hangen in de vroegere tijden. We gaan door naar gereedschap. Daar moest ik even naar kijken, want dit ding heb ik thuis, dus ik vond het wel heel cool om te zien. En dan gaan we over van een tweedehands winkel naar een speelgoedwinkel.
En Rutger die kon wederom weer niet van de spullen afblijven. En de Ninja Turtle was er niet zo blij mee. Toen kwam ik op een afdeling waarvan ik dacht, hey, dit zijn allemaal van die strijkkralen. Maar blijkbaar is dat veranderd of zo. Vroeger had ik zo'n pot, 13.000 van die kralen erin. Maar nu is dat blijkbaar veranderd. Heet dat Aqua Beats. Nou, ik ga daar sowieso eentje meenemen. En dan wel de Super Mario versie, want die is gewoon cool. Eventjes poseren en heel erg gek heen en weer bewegen met mijn hoofd naast een groot stuk Lego. En toen, wat kwamen we tegen? Beyblade. Ik weet niet of jullie dit kennen, maar dit is de shit. Dit is zo cool. Dit bestaat al sinds vroeger, sinds ik klein was. En ik heb zo ongelooflijk veel battles gehad op straat hiermee. Dat was niet normaal. Dat was ook nog een beetje de tijd dat iedereen in de buurt gewoon buiten ging spelen en met elkaar gewoon allemaal van die ja, dingetjes ging doen die je dan bij de speelgoedwinkel kon kopen. Zoals dus Beyblade battles. En dan heb je dus een stadion en dat is dit grote gele ding. Blijkbaar kon je dat ook met een soort pistool afschieten zoals je ziet op die foto met die jongen. Maar we blijven daar niet te lang op hangen, want kijk even wat ik hier in mijn handen heb. Dit is een soort van skatepark. Ik heb vroeger altijd van die finger skateboards gehad. Vond ik super cool. En ik was helemaal blij als ik dan een ollie kon of een kickflip of zo. We gaan weer naar Rutger, want die kon wederom weer niet van de spullen afblijven. Dus die heeft nu een dinosaurus in zijn hand. En die komt uit de bosjes. Goed, we gaan naar iets wat heel erg populair is. De Funko Pops. En moet je kijken wat voor verzameling ze daarvan hebben hier. Natuurlijk moest ik even inzoomen op Spider-Man die op de kop hangt. Maar we gaan al snel weer naar Rutger toe, want die had alweer iets in zijn handen. En Rutger die is mega fan van Harry Potter. Die wist precies wat voor hoed dit was. Moet je maar horen. Gryffindor. Je gaat naar Gryffindor. Wat is dat? Oké, hij is dus toch geen fan van Harry Potter. Hij heeft geen idee wat Gryffindor is. Dus laten we maar verder gaan op de discobal. Dit ding was echt helemaal de shit als je dat in je kamer had vroeger. Wauw. 3 keer raden. Rutger die had alweer wat in zijn handen. 2 zwaardjes. Hij keek er naar alsof hij niet wist wat hij ermee moest doen. Maar toch moest hij even een beweging meemaken. En toen kwam ik een spelletje tegen van de PlayStation 5 Power Wash Simulator. En dan zou je misschien denken van, hè? Alleen dit spelletje doet me denken aan Milan. Want Milan die streamt dit heel erg vaak op zijn YouTube kanaal. Dus mocht je dat willen zien, dan check even link in de beschrijving. Ik wil natuurlijk even een shout-out doen naar mijn bro, want zonder hem was ik nooit YouTube begonnen. Dus ik blijf hem gewoon altijd shout-outs geven. Bro, ik hou van je. Je bent de beste bro die er is in dit prachtige leven wat ik heb. En jij hoort erbij. Shout-out naar jou. Check zijn YouTube kanaal in de beschrijving. Er was ook een afdeling met actiefiguren, dus daar moest ik eventjes naar kijken. Ik dacht, misschien kom ik iets tofs tegen. Maar uiteindelijk eindigde ik met een zwaard in mijn hand, net als Rutger. En over Rutger gesproken, hij zat alweer ergens aan het friemelen. Hij had namelijk een busje gevonden van DHL en hij vond het helemaal fantastisch dat hij open en dicht kon en hij was helemaal in zijn element. En dat ging wel even een tijdje door, want hij kwam uiteindelijk bij een graafmachine die hij zelf ook had. Dus hij vond dat helemaal fantastisch en hij moest ook even draaien aan een soort van cementwagen. Ah, wat een fijne vent is Rutger toch ook. Toen kwam ik fietsen tegen. Dus een beetje hetzelfde denk ik als fingerskateboards, maar dan met fietsen. Best wel cool. De muziek in deze winkel was trouwens fire. Dat was echt keihard. Check even dit nummertje. Gaan we over naar Rutger, want die had alweer zijn duim ergens ingestopt. Namelijk de neus van Dr. Bibber. Was wel echt een leuk spelletje, Dr. Bibber. Die heeft echt veel leuke herinneringen van vroeger bij mij. En bij Rutger dus ook. Dus we hadden er even een leuk gesprek over. Hij vertelde dat die vlinder heel erg moeilijk was om te opereren. En ook die band in zijn knie was altijd heel moeilijk. Pimpampet, trouwens ook een heel erg leuk spelletje. En het Boomba Baloo vond ik even leuk om te zien. Het is gewoon fijn om even in zo'n winkel, zo'n speelgoedwinkel, lekker te slenteren. En gewoon een beetje rond te neuzen. We gaan weer naar buiten, dames en heren. Ik zie hier een prachtige kerk. Ja, die zien jullie ook. En je hebt hier een half aan de Rijn een paar terrasjes. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doe even een duimpje omhoog. En wie weet, tot de volgende tour. We zijn weer bij het pand van Rutger. Het was echt super nice. Ik heb gelachen. We hebben gewoon lekker eventjes door Alfa aan de Rijn geslenterd met z'n tweeën. En gewoon even lekker in winkeltjes lopen kijken. Dat was echt nice. Dat is echt leuk, bro. Dus thanks voor de leuke middag. Graag gedaan. Jij ook heel erg bedankt voor de leuke middag. En ja, geen probleem. Voor het slenteren samen. Ja, geen probleem. Ik heb wat leuke cadeautjes dus meegenomen. En eentje daarvan die ga ik straks aan Myron geven. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Even reffen, bro! Oh.
Oh, wat een geluid, mensen. Ongelooflijk. Nou, we gaan er weer vandoor. We gaan naar huis. Het is prachtig weer. Dus we gaan even een mooi lekker ritje maken met het dakraampje open. Ja, waarom niet? En ik zat in één keer te denken van wat is nou lekkere muziek waar je gewoon even in die goede vibe zit met dat zonnetje erbij. Toen dacht ik in één keer Macklemore. Let's go. We gaan Macklemore opzetten. En we zijn weer thuis, dames en heren. Wat een heerlijk ritje heb ik gehad, zeg. Lekkere muziekjes erbij. Ik hoor patatjes. Let's go, patatjes. Zo, je hebt een Space shirt aan. Ja, wow, ik zie dat zelf. Als ik zo naar voren kijk, zeg, wow, hij beweegt ook inderdaad. Ja, het is echt een Space shirt. Ik dacht dat ik dat alleen zelf zag. Ik was zo aan het koken en het bewoog allemaal. Wow, dit is echt raar voor mijn ogen, hoor. Echt? Ja, kijk dan, zelfs op beeld. Denk ik. Het is gewoon een streepje shirt. Wow, dat is echt specie. Voilà weer. Kippenpootjes ook nog. Oh, wat fijn. Niet normaal. Heel erg nice. Nog steeds lekker weer. Moeten we echt van genieten hoor, dames en heren. Dus ook voor jullie. Ik zou zeggen, geniet er zoveel mogelijk van. Want voordat je het weet, dan is het alweer voorbij. Dus lekker een kort broekie. Ik wist gewoon, ik moet met korte broek weg. Want dat gaat helemaal goed komen. Heerlijk hoor. Weer lekker gespeeld met camera. Echt nice. Ik heb een cadeautje gekregen van de buurvrouw. Een cadeautje van de buurvrouw? Ja. En dat is? Wat zijn dit? Dat doe je met je handen. Oh, voor blad. Wow, je weet het meteen. Ja, om blad op te rapen zo. Ja, dan kan je zo heel veel blad in één keer. Ja, inderdaad. Oh, dat is om blad in te doen. Ja. Ik kwam Elisabeth mee aan. Ze zei ja, de blaadjes gaan bijna vallen straks. Dus dan zijn jullie goed voorbereid met zo'n grote tuin. Ja, want dit is ook in de vorm van een blad een beetje. Ja, dus toen zei ik van nou, ik denk dat we een bladblazer gaan halen. Als je dit helemaal door de hele tuin alles moet scheppen. Kijk al die bomen. Ja, dat is bizar. Dat gaat wel even een tijdje duren. Maar wel super lief hoor. Lief hè, ja. Nou, over cadeautjes gesproken. Ga jij maar even zitten, schatje. Kijk eens even. Wat is dit? Charmander! Webkaarten. Yeah. Oh, kan ik iemand een kaartje sturen? Cool hè, maar deze zijn echt mega oldschool. Die zijn echt oud deze. Die moet ik niet openmaken eigenlijk. Ja, deze, jawel, die mag je openmaken, zeker weten. Maar deze had ik vroeger al. En die kan je dan ook allemaal sparen. Nummer 4, nummer 8 en nummer 61. Oh, dat is echt leuk. Ja, en deze heb je allemaal. Ja, zoveel. En ik heb nog iets wat ik eigenlijk straks eventjes wil doen. Misschien kan jij me daarbij helpen. En ik heb het gewoon in laten pakken, want ik dacht dat is gewoon leuk. Yo, strijkkraaltjes. Ja, van Mario. Maar het zijn hele gekke strijkkraaltjes. Ja, ik weet ook niet precies hoe of wat. Dus ik dacht, ja, misschien kunnen we straks even kijken. Oh, het ziet er echt leuk uit. Het is een soort van diamond painting, denk ik. Ja, maar nu heet het blijkbaar Aqua Beats of zo. Ik heb ook geen flauw idee. Dus ja, geinig. Dus ja, dat was het toch? Of had ik nog meer? Voor mijn gevoel heb ik nog meer gekocht. Maar volgens mij valt het echt wel mee. Oké, we gaan lekker eten, dames en heren. Heel erg veel zin in. Echt lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, dit zijn wel genoeg voor twee personen, denk je niet? Ja, kunnen we morgen alweer van. Die kippenpootjes, dames en heren, die waren echt flink pittig. Dus moet ik even een beetje van bijkomen. Maar dat kunnen we dan wel eventjes doen met deze Super Mario kit. En er staat dus ook duidelijk gewoon een kruis door een strijkijzer. Omdat we denk ik allemaal opgegroeid zijn met die kraaltjes. Dus dat zie je hier ook. Het valt trouwens nog wel mee wat ik allemaal heb gekocht. Want jij weet ook dat normaal gesproken als ik naar een speelgoedwinkel ga of ergens, een beetje in die omgeving, tweedehands winkels en zo. Kom je met heel veel thuis. Ja, daar kom ik echt met veel thuis. Ik stond echt op het punt om die Game Boy Color ook te kopen met die Pikachu erop. Oh, zo vet. En geen eens om op te spelen, maar gewoon voor de hap of zo. Ik weet niet. Maar ik heb me goed ingehouden. Ik heb het echt heel erg netjes gedaan. We gaan eens even kijken. Je hoeft alleen water toe te voegen, staat er. Dus dat is wel echt heel erg cool. Dus ik ben benieuwd. Er zit echt veel plakband op. Ja, we hadden trouwens bij de eBay video hadden we echt heel veel leuke dingen. Maar echt hele interessante, bijzondere dingen. Maar niet echt dingen waarvan ik denk van, dit neem ik mee naar huis, weet je wel. Mario, browser. En dit is dat bordje dan. Ja, en je hebt dus serieus dit flesje. Ja. En daar zit water in. Ja, en dat spray je erop. Dan gaan die balletjes uitzetten als soort Orbeez of zo, denk ik. Wow, 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 al die balletjes. Ja, het is best wel moeilijk dit, hoor. Ik, vooral met die dikke vingers gewoon. Ik ga even Mario maken en dan kom ik zo bij jullie terug. Het is gelukt, dames en heren. Maar ja, dat kon ook niet anders, hè. 4 plus. Maar de Mario, zoals hier aangegeven staat. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is deze te pakken, dopje eraf te halen en dan sprayen. Je moet hem niet drijfnat maken, staat hier. Nee, niet drijfnat? Nee. Gewoon een beetje. Ja. Zo goed? Ik denk het. Helemaal? Oh, je moet 60 minuten wachten.
Oh, echt? Ja, dat staat hier. 60 minuten en dan kan je hem eraf halen. Nou, dan had ik beter even iets meer naar links kunnen maken. Dan had ik een andere ernaast kunnen doen. Wij gaan even 60 minuten wachten. Oké, dames en heren. Laten we even kijken wat er van is geworden. Ja, we kunnen het gewoon met de hand eraf pakken. Echt? Kijk. Geniaal. Ja, het is gewoon een poppetje nu. Maar het is nog wel een beetje zacht. Nee, niet echt eigenlijk. Ja, maar wel zachter dan strijkkraut. Je hebt echt zo'n... Ja, dat wel, ja. Nou, hij is wel schattig, hè? Moet je bij het bureau neerleggen, oké? Ja, is goed. Ik vind hem wel heel erg geinig geworden. Ja, het is leuk. Het is even iets anders, maar het is geinig. Ik kan het haast nog niet geloven, maar... Het is gelukt, dames en heren. Het is gelukt. En eigenlijk door een tip van Rutger. Want ik vertelde hem een beetje het verhaal dat ik echt gewoon boos was. Ik was teleurgesteld. Ik had alles mooi klaargelegd en meegenomen in de studio om aan de slag te gaan. En uiteindelijk kreeg ik het gewoon niet opgehangen. Dus ik was er helemaal klaar mee. En Rutger die zei, maar als je er niet goed doorheen komt en je hebt hout... Dan kan je het gewoon erin schroeven. Toen dacht ik, waarom heb ik daar niet over nagedacht? Dus ik heb serieus zonder die pluggen, die holle wandpluggen die ik speciaal heb gekocht om de boksen op te hangen hier in de studio. Waar ik dus ook op moest wachten. Heb ik nu gewoon serieus deze box opgehangen. Kijk eens eventjes hoe mooi. Super clean. Met gewoon een schroef in het hout. Het is nog steeds een gipswand dit. Maar... Je hebt zeg maar een houten balk en dan heb je 30 centimeter niks bijvoorbeeld. En dan een houten balk en dan 30 centimeter niks. En precies hier zit een houten balk. Dus ja, daarom kan ik die schroeven gewoon erin doen. Dus dit is perfect. Nu moet ik alleen nog eventjes een iets langere stekker hebben. En dan kan ik die stekker precies hier in dit richeltje wegwerken. En dan moet ik dat gewoon nog één keertje daar doen. Eén keertje in die hoek en één keertje in die hoek. Ik ben eventjes aan het werk geweest hier in de studio. Ik heb best wel veel dingetjes geregeld en ik ben heel erg blij... Trots. En ik heb mijn tas ingepakt voor morgen. Het is niet heel veel. Dit is gewoon alles wat ik bij me heb. Een paar batterijen. En ik heb een heel erg tof nieuw petje van Knolpower. Daar ga ik binnenkort wat meer over vertellen. Ik heb dus mijn nieuwe camera waar ik vandaag ook weer veel mee heb gespeeld mee. En daar heb ik ook de instellingen even van veranderd. Want blijkbaar stond die niet op de hoogste kwaliteit. Dus wat jullie nu hebben gezien, dat kan alleen nog maar beter worden. Ik heb even wat overzetstukjes meegenomen. En dat is het eigenlijk. Ik ben één nachtje maar weg. Dus dat valt mee. Dus zoveel hoef ik ook weer niet mee te nemen. Alleen het is wel zo dat als ik een nachtje weg ben en ik slaap ergens anders, dan moet ik altijd mijn overzetstukjes meenemen. En ik zal jullie laten zien dat een overzetstukje ziet er zo uit. En dat is dus voor mijn camera. Dat is deze. Die heb ik gewoon echt nodig, want anders dan kan mijn videokaart daar niet in. Want ik heb van die speciale videokaarten die niet in elke ding kunnen. Dus als ik deze vergeet ooit, dan ben ik echt de klos. Maar die ben ik nog nooit vergeten tot nu toe. Dus ik ben blij. Best wel bijzonder. Gewoon nog nooit vergeten. Goed, ik zat nog even te denken, wat moet ik nog meer meenemen? Maar ja, wat kleren. Schone onderbroeken, sokken en dat is het. Wordt wel echt heel erg leuk, want Myron en ik hebben voor onze, of nou ja, mijn schoonouders een cadeau gegeven. En dat cadeau is een nachtje weg. En we gaan naar het prachtige Antwerpen. Dus morgenochtend gaan we daarheen vertrekken. Dus ik ga nu lekker slapen. Check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. We gaan dus even wat leuke dingen meemaken in Antwerpen. En ik neem jullie uiteraard mee. Ik check jullie dan. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette piet. En nu moet ik dus serieus deze weer eventjes uit de tas halen. Want ik moet de outro nog even overzetten op de computer. Dat bedacht ik me net pas. Oké, tot morgen. Doei!